Een hele goede morgen. Oh shit. Het is vandaag zaterdag, het is echt super lekker weer. Dus wij gaan lekker samen wandelen. Gezellig om. Ja. Er kwam dus een oud vrouwtje in de lift bij ons. En Esse vindt het altijd heel erg leuk om met ze te gaan kletsen. Ja, oh, wat gezellig hè met die oudjes. Ik vond het leuk om met die oudjes te praten. Ja, maar... Je had het zoveel te vertellen. Ze zijn zo schattig. En ze ging weer klagen over dat ze onze ramen niet hadden gewassen. En het lijkt op een achterstandswijk. Echt zo leuk. Zo, wij zijn weer thuis zoals je kan zien. We hebben een hele lange wandeling gemaakt. Dat is echt lekker om weer eens even met Nessie te wandelen. Want nou, dat doen we eigenlijk 2 dagen achter elkaar. Omdat het gewoon zo mooi weer is. Normaal gesproken wil hij niet wandelen. Maar als het mooi weer is, dan wil hij altijd wel meegaan. Dus dat is wel gezellig voor mij. Ik probeer sowieso dagelijks gewoon te wandelen een uurtje. En dat lukt me tot nu toe echt goed. En we zijn daarna thuis gekomen. Even lekker ontbijtje gemaakt. En ik ga nu weer even koken voor vanavond. En dan breng ik het daarna gelijk naar Nessie. Want hij is nu alweer naar kantoor en heeft hij al... eten voor vanavond, anders moet ik me daar weer druk om maken. Of moet hij weer eten bestellen, dat vind ik ook zonde. Het is ook echt super warm, dus ik heb even wat zomers aangedaan. En mijn haar weer even los gedaan, nieuwe oorbelletjes weer. En ik ben echt zo blij met deze oorbellen. Dus jullie willen even mijn outfit zien. Dit is mijn outfit. Ik heb een topje aan van de Zara. Het is eigenlijk een bodysuit, echt super fijn. En mijn broek die inmiddels veel te groot is, waar ik super blij mee ben. Deze is van de... Bershka. Een Bershka broek die mij te klein is. Het komt echt nooit voor. Maar dit is een maatje 36. En het is een mom jeans. Zij valt sowieso wat groter uit. Maar ik ben blij dat die mij iets te groot is nu. Dus ik heb voor de verandering weer een keer een Kylie lipstick op gedaan. En ik vond het echt wel mooi in combinatie met mijn truitje vandaag. Zo'n beetje... Pinky girly vibes. Guys, kijk wat ik eindelijk heb ontdekt. Lekkere vis met heel veel groenten. Deze is voor Nessie met een krokante topping. En deze is gewoon lekker met zomers groenten voor mij. 100% filet. En je had al zoiets eigenlijk in de supermarkt. Maar dat was alleen met pangafilet. En ik eet dat echt absoluut niet. Ik vind dat echt de meest ongezonde vis ever. Maar dit is dus met Alaska koolvis. En zonder toegevoegde kunstmatige smaak of kleurstoffen. Dus... I'm so happy with it. Dit moet je dus 45 minuten in de oven doen. En dan heb je lekker vis met groenten. Kijk, en zo zien ze eruit voordat ze de oven ingaan. Deze is van mij, deze van Nes. En ik ben echt blij dat ik deze niet heb genomen, want hier zit dus echt... Want hier zit dus melk in. Kijk, en dan heb je dit. Ziet er echt heel erg lekker uit, maar het ruikt ook echt heel erg lekker. Die van Nessie is echt zo lekker creamy. Als je daarvan houdt, moet je echt hiervoor gaan. Wauw, kijk één keer hoe goed het eruit ziet. Dus trouwens geen promo. Ik ga hier lekker mee ontbijten. Dus echt letterlijk mijn ontbijt. Nou jongens, catering Mirjama voor Nessie. Ik heb hier lekker zilvervliesrijs voor hem, linzensoep en die vis die ik jullie net liet zien. Belangrijkste vergeten, mijn bril. Soms neem ik hem mee naar huis en dan heb ik in de auto geen bril meer. Maar deze is heel chill. Ik wil je net naar binnen roepen. Wat lief dat jullie zelf naar binnen komen, zeg. Hi Lira. Lekker beetje, hè? Nou guys, ik heb het jullie nog niet eens verteld. Maar ik ben dus al een weekje gestopt met koffie drinken. Echt, dat zullen jullie echt nooit van mij verwachten. Ik zelf ook niet. Maar ik ben gewoon gestopt met koffie drinken. En ik heb tegen mezelf gezegd, om mezelf te trakteren, mag ik 2 keer per week naar de Starbucks een cafeïnevrije koffie bestellen. Dus gewoon decaf. Dus dat is wat ik nu ga doen. Mijn tractatiemomentje. Ik ga even naar de Starbucks. En tegenwoordig is mijn bestelling dus helemaal anders. Ik ben wel echt happy dat ik gewoon... gestopt ben met elke dag koffie drinken, want dat was toch wel een soort van verslaving voor mij. Ik vind het nog steeds moeilijk hoor. De eerste 2-3 dagen had ik barstende koppijn, echt niet normaal. En nu is het meer van, ik mis een momentje in mijn dag. Een gezelligheidsmomentje mis ik heel erg in mijn dag. Maar ja, dan zet ik gewoon thee en dan vind ik het ook prima. Mijn nieuwe bestelling jongens. Ik heb hier de decaf koffie zonder cafeïne met amandelmelk. Dat wordt mijn nieuwe ding.
Hey, Nessie! Hey. Ben er, hè? Thuis bezorgd voor Jemma. Kom je niet chillen. Wat ga je doen dan? Niks, één. Ja, wat moet je doen niet dan? In eten en zo. Wat slaat dat al? Misschien weer kijken hoe ik eet. Eet, alsjeblieft. Ga je echt weg gelijk? Maar ik snap niet, wat moet ik doen? Heb je allemaal meegenomen, joh? Je hebt een bakje met rijst, linzensoep en vis. Die van jou zag er echt goed uit, ik zeg je eerlijk. Wat ga je doen dan? Weet ik niet, ik heb geen planning of zo, hè? Voor jou, hè? Voor jou een beetje. Even knuffelen? Een beetje. Ja. Yes. Ja, thuis bezorgd voor jij, maar, hè, bitches. Maar wat ga je doen dan? Zonder mij. En ik kom naar huis. Ik heb een comedy show, hè? Dat weet je. Kijk haar dan, looking flawless en zo. Oh, yes. Waarom zeg je flawless? Flawless, bitches. Yes. Mariama. Nou, jongens, ik ben toch blijven chillen hier bij de Nessimals. Met geen. Ik vond mijn vis lekker, maar Nessim vond zijn vis niet zo lekker. Hè? Maar heb je ook alles opgegeten? Ja, ik heb wel alles opgegeten, maar ik heb natuurlijk geen rijst en zo gehad. Ja, ik werd gewoon een beetje. Nou, dat werd gewoon een beetje te veel. Ik denk dat die van hem niet zo heel erg lekker was, omdat het dus ook. Zat er kaas in? Ik zag wel melk. Ja. Dus ik denk een beetje zo room of zo. Ja, precies. Door dat werd ik dus een beetje misselijk, door die room. Denk dus ik. Toch beter mijn versie kopen. Wat was die? Ja, pittig. Die van mij was gewoon lekker met groenten en een tomatensausje. Ja, misschien moet ik die nemen, man. Ja, het is gewoon lekker licht volgende keer. Mohim. Maar je hebt zelf gekozen, ik heb je niet gedwongen. Ik heb gewoon gegeten, nee. Ik ben weer thuis, guys. Kijk deze hier chillen. Dit gebeurt. Oh! Dat gebeurt dus altijd als ik thuis ben. Ik doe gewoon. Gelijk mijn pantoffels aan. Maakt niet uit hoeveel graden het is. Ik heb altijd heel erg koude voeten. Hi! Hi! Hi, Ninari! Hallo! Hallo! Ik heb ook weer lekker gedweld. Niet elkaar aanvallen, hè? Ik ga even opruimen. Hey guys, nog een wonder. Ik ben weer begonnen. Ik ben weer begonnen met appels eten. Ja, gewoon. Want ik merk dat ik altijd dezelfde soort fruit at. Gewoon alleen die ik lekker vond. En ik lust eigenlijk appels totaal niet. Maar ik heb me voorgenomen weer gewoon appels te eten. Niet alleen appels. Maar ook peren. Dat is voor mij echt heel erg speciaal. Want ik lust allebei niet. Maar ik ga het gewoon proberen te eten. En ik weet niet waarom. Maar ik had echt heel erg veel zin in een groene appel. Ik weet niet of een van mijn kijkers het ooit heeft gedaan, maar ik doe gewoon zout op mijn appel. Heerlijk. Kijk, ik wou de vaat net aandoen, maar Nessie heeft deze vaat was tabletten gehaald. En deze zijn zo fucking slecht. Niet normaal. Dus ik denk dat ik gewoon even naar de supermarkt ga om mijn eigen vaatwastabletten te halen. Deze bewaar ik gewoon als reserve. Als mijn op zijn, dan gebruik ik gewoon deze. Want ik vind ze zo slecht. Deze kat heeft straf. Die blijft daar, hè? Die gaat nooit wie dat zij net heeft gedaan. Ze wil bijna zelfmoord plegen. Waar stond jij? Waar stond jij? Wil je van het gebouw afflikkeren? Ze heeft me echt een hartaanval bezorgd. Oh. Oh. Ik mag jou niet vandaag. Ondertussen ben ik lekker Team Mom aan het kijken. Echt een van mijn favoriete programma's. Soms als ik naar Team Mom kijk, denk ik van hoeveel drama kan jij meemaken in je leven? Vooral nu die, hoe heet ze nou ook alweer? Amber, echt ongelooflijk. Ik weet niet of jullie kijken, maar als ik kijk naar de serie, denk ik van mijn leven is echt zo relaxed. Maar hun hebben echt zoveel drama. Maar het is ook wel leuk om aan te kijken natuurlijk. En ik denk natuurlijk dat ze ook bewust voor sommige mensen kiezen. Omdat er zoveel drama speelt in hun leven. Het is wel echt tv. Caitlyn. Zeg maar helemaal aan het begin van Team Mom waren Caitlyn en Tyler echt mijn favoriete stel. Ze waren echt zo leuk samen. Maar ik vind ze nu echt zo random en raar. Het lijkt wel alsof ze zeg maar niet samen willen zijn. Tenminste van Tyler's kant heb ik altijd dat hij niet meer met haar wil zijn ofzo. En vroeger was de dynamiek tussen hen echt zo anders. Kijk dan! Dina heeft gewoon bezoek. Mooi, je bent gelukkig geweest.
Marten. Zij is echt. Zij is echt sociaal. Waar is je zus? En die komt echt niet langs. Zo, ik was Timo aan het kijken. Toen kreeg ik onverwacht bezoek. Het gebeurt me echt bijna nooit. Ik zeg je heel eerlijk. Maar er was het nichtje van Nessie die even langs kwam. Echt heel schattig. Ze heeft hier even gezeten en Dina zocht echt heel het aandacht bij haar. En Lira was gewoon weggelopen, zoals altijd. Kijk, ze is nu echt gewoon verdrietig omdat het vriendinnetje weg is gegaan. Is jouw vriendinnetje weg? Is jouw vriendinnetje weg? Hm? Nou jongens, daar ben ik weer. Wat denk je toch? Net toch? We gaan weer wandelen. Yeah. Old People Club. Wij zijn net terug van wandelen. We hebben best wel lang gewandeld, of niet Nes? Ja man. Dat is echt wel super chill. Maar ja, zoals je ziet is het alweer donker. En wij willen dus zo naar de nachtwinkel. Hier in de buurt. En we willen graag zonnepitten halen. We wouden eigenlijk snacken. Maar ik heb gewoon echt geen zin om op dit moment chips te gaan eten of wat dan ook. Omdat ik net lekker in die gezonde flow ben. Dus ik dacht, ik neem gewoon zonnepitten. Want dan mag ik. En dan neem ik de ongezouten versie. Dus we gaan langs zo'n nachtwinkel. Volgens mij is het van een Turk of zo. En haal ik dat en dan haalt Nessie een andere snack voor zichzelf. Of niet, Nien? Snack night! Wat hebben we? Lekker zonnepitten. Dus zonder zout? Dit is een mix zout en zonder zout. Lekker hoor. Okay.